Oké, okay. Yves Olivier, voorzitter. De reguliere competitie heeft nu al een tweetal weken achter ons. Mm-hmm. Hoe kijk jij terug op onze vijfde plaats? Ja, een beetje gemengde gevoelens, want onze target was toch die top 4 behalen. Hè. Dat was toch onze doelstelling. Dat is jammer niet gelukt. Ik kan zo'n klein beetje onze punten, onze zwakke punten van dit seizoen, dat was toch scoren. Hè. We hadden geen echte topschutter dit jaar, dit seizoen. Hadden we een topschutter die 15 doelpunten binnentrapte, dan was het een heel ander verhaal. Maar goed, we hebben ook cruciale momenten gehad dat we het niet konden afmaken. Een paar strafschoppen niet kunnen binnentrappen en dat breekt natuurlijk zuur op in die competitie dan. Verlies je toch een zestal punten. Reken die 6 punten bij, dan gaan we voorbij Lierse en dan zitten we in die top 4. En dan is er een totaal andere vibe. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het was ook niet het gemakkelijkste seizoen als bestuurder, als bestuurders. Merci en Van Wijk. We werden de laan uitgestuurd. De trainers op het seizoen, een beetje onroeselaars. Onroeselaars, inderdaad. Maar goed, je komt van een topjaar voor het seizoen. We spelen daar de finale om over te gaan. We hebben een reeks neergezet van 16 wedstrijden niet verloren te hebben na elkaar. Dat was ook iets voor in de geschiedenisboeken in KS Vroeselaar. En dan ja, met volle verwachtingen in dit seizoen in, van oké, we kunnen iets beter doen nog. En dan vallen die resultaten toch een klein beetje tegen. We hebben toch wel wat blessures gehad van bepaalde iconen in onze club, mag je zeggen. En dat speelt ons partner. En dan ja, ga je de dingen gaan doen onder druk. Krijg je van impulsen van oké, dan begin je overleggen met mensen van oké, wat moeten we doen, wat kunnen we veranderen, wat kunnen we verbeteren. Maar goed, je moet beslissingen durven nemen. En als er 8 op de 10 beslissingen goed zijn, dan ben je goed bezig, denk ik. En die 2 ja, worden dikwijls misschien op afgerekend en dan zeg je oké, ja, dat was jammer. Dus zoals het leven, op de 2 slechte word je vaak. Ja, op de 2 slechte worden je herinnerd. Maar goed, dat is nu eenmaal zo. Maar goed, het enige dat je moet doen is het even in handen nemen en proberen te acteren en proberen bij te sturen. Dat is altijd zo, dat is in het ondernemen ook zo. Je moet blijven bijsturen iedere dag en niet loslaten. En kijken naar de toekomst. Een goede zet lijkt alvast de toekomst van trainer Gordon Auli en zijn team te zijn. Ja, het lijkt wel iets teweeg te brengen. Ja, Johan had die naam doorgegeven. En Johan heeft dat goed gezien. Schitterende trainer. Iets die zeker de spelers kan bijbrengen. Iemand die tactisch goed bezig is. Iemand die positief voetbal brengt. Die toch offensief voetbal brengt. We hebben dan al een paar wedstrijden gezien dat er... dat er speelvreugde is en dat er weer een positieve vibe is. Iemand die eigenlijk de waarden van KS Vroeselaar ja, toch wel. Gang kan overbrengen. Ja, soms hoor je dat van de supporters in de tribune van vooruit, vooruit, vooruit. Ja, voilà. En dat is een trainer die zeker mee had in dit systeem van oké, we gaan... je moet vooruit durven spelen en op je talenten van je ploeg zien in te spelen en uit te spelen. Dus, ja. We zijn nu in volle voorbereiding voor play-off 3. Wat verwacht jij ervan? Wat verwacht jij ervan? De eerste wedstrijd is natuurlijk van... Ah, voor mij, ik ben altijd positief. Ik vind die eerste wedstrijd moeten we winnen. Dus goed, ik zie altijd het positieve. Ja, we moeten gewoon die wedstrijd winnen tegen Tubize. En dan zetten we gewoon een grote stap. En dan is die druk van die ketel. Het belangrijkste extra sportief nieuws was natuurlijk het vertrek van Johan Frank, die binnen een paar weken zal vertrekken hier op Schiedam. Wat kan jij daarover kwijt? Er zijn natuurlijk heel wat verhalen die de ronde doen. Ja. Maar
Maar goed, ja, dat sluit men, dat kan men nooit uitsluiten. Dat heb je ook in het ondernemen, in het zakenwereld. Dat je soms mensen kwijtspeelt of een andere weg willen inslaan. Die vrijheid hebben ze toch. En dat is ook, ja. Maar goed, je kunt dat ook zien als verruimend. Johan heeft hier een mooi parcours afgelegd. De club weer op een vast fundament geplaatst. Ook met de aantrekken van mevrouw Houken heeft toch die club toch een grote stap gezet voor de toekomst. En Johan heeft daar deels het verhaal geschreven. En we mogen dat ook niet vergeten. Hè. Maar goed, een nieuwe wind kan positief uitdraaien. Iemand nieuws aantrekken kan verruimend zijn. En moet zelfs verruimend zijn voor een club. En dat is niet slecht voor de toekomst van KS Vroeselaar. Ja, een verandering, zoals je zegt, hoeft niet impliciet negatief te zijn. Vind ik niet. We kunnen het werk van Johan eigenlijk alleen maar verder zetten. Goed, we hebben die ervaring gekregen van Johan. We weten hoe dat hier te werk is gegaan al die jaren. Dus we zijn dat niet kwijt. We hebben die ervaring kunnen delen. En ja, het is een bouwsteen in het verhaal van KS Vroeselaar. En we moeten die stap op de tweede stap zetten nu met iemand anders dat we aantrekken. Ja. Een belangrijk punt in het verhaal was ook het vertrouwen dat Miss Dai uitsprak tegenover onze club. Dat ze onze club zeker trouw zal blijven, dat ze zeker... voor ons was dat, ja, je had al wel de verhalen dat ze ging vertrekken en weet ik het allemaal. Maar goed, ik heb een paar keer met mevrouw Houken gesproken en ja, ze ziet hier toch een mooie toekomst in deze club. En ze ondersteunt ons 100%, dat is zeker. Dus ja, van die wilde verhalen moet ik toch wel een keer lachen. Omdat je hebt ook zelf ervaren, Evert, want ze heeft er de laatste weken toch een paar keer gekomen naar deze club. Om gewoon te acteren en ook om ons betrokken te zijn in de werking. Dus je voelt toch het engagement van haar en dat siert u natuurlijk. Oké, lief, dankjewel. En laten we hopen op een goed einde in de deel. Dankjewel.